En wat eten we vandaag? Een mosselpannetje met pancratato. Pancratato? Ja, dat is Italiaans. Pancratato. We gaan koken vandaag en een beetje Italiaans. Want ik maak een mosselpannetje. Hé? Hey? Met pancratato. Wat is pancratato? Dat is gewoon broodkruim. Maar dan een beetje luxe gemaakt en dan lijkt het op Parmezaanse kaas. Ah, het is de Armeluis Parmezaanse kaas, maar het is natuurlijk geen kaas, want het gaat erin. Brood. En knoflook. En citroen. Beetje olie. That's it. Mosselen. Mosselpannetje heb ik nodig. Mosselen. Tevens knoflook. Heel belangrijk. Tomaten. Wat chili. Een beetje peterselie. En dan ga ik nog een frisse salade maken met een citroendressing en wortel en veldsla. Het is echt heel simpel. 10 minuten staat dit op tafel. Ik zweer het. Ik ga beginnen met de mosselen. Mosselen gaan eventjes in een bakkie. We gaan even water opzetten. Even, hè, mosselen wassen en uitzoeken, dat was altijd vroeger heel moeilijk. En er waren heel veel slikmosselen en slechte mosselen en niet gewassen mosselen. Tegenwoordig worden ze heel goed afgewaterd in Nederland. Dus dat is echt prima. Ik denk dat alle mosselen goed waren, maar twee hadden mijn twijfel. En bij twijfel zeg ik altijd bij mosselen gewoon wegdoen. Oké, als Leen niet reageert, dan is hij goed. Leen is een mossel-expert. Ja, ik kan heel uitvoerig. Ik heb er twee gevonden en die heb ik weggedaan, want... Nee. Dus volgende vraag. En waar je dan op let, nu water erop en als ze echt gaan drijven en je geeft er een tikkie op en het zinkt echt niet en doet niks positiefs met je, haal je ze eruit. Pancratato! Oftewel, broodkruim. Pak ik even mijn mooie keukenmachine. Gewoon zo, twee boterhammen. Je hoeft daar geen vers brood voor te gebruiken. Dat mag best een beetje peel, steel, wat ouder brood. En dan kun je de korstjes er allemaal afhalen dat je alleen het witte broodkruim gebruikt. Nee, dat is chiquer. Ik ben van de rustieke versie, dus ik doe dat niet. Wat citroen, die heb ik al geboend. Er zit vaak een waslaagje op, dat is vies. Ja. Dus die haal ik even, doe ik even wat zest gewoon lekker zo erbij. Zorg voor de fris touch, hè. Ja. Zo. Ja, ik vind het goed zo. Dan ga ik nog een scheutje olie in doen. En dat doe ik bewust nu pas. Want als het droog is, dan maalt het lekkerder. Kom maar, kom maar. Peper. En zout. Hatsenflats. Pak meteen knoflook. Dan gaan we iets heel bijzonders mee doen. Kneuzen we. En die ga ik gewoon 3 keer met mijn mes doorheen. Dat was het. Hè? Uniek. Ja, het is echt gewoon uniek. En dan doe ik hier vuur onder zo. En dan wordt die pan dus warm. Er gaat wat olie bij, dus die knoflook gaat even een beetje infusen in die olie. Dan doe ik dadelijk dit in roosteren. En dan hebben we het al. Weet het ook alweer, Chris? Weet je het nog? Pancratato. Pancratato. Je kunt niet zeggen pancratato, je zegt gewoon pancratato. Weet die dan? Je moet niet zeggen pancratato, je zegt pancratato. Oké, de Italiaanse kijker vindt me nu echt belachelijk. Maar weet je, boeien. Ik doe ook maar mijn best. Ja. Molto bene. Tutto bene. Ik weet niet. Ik ben heel slecht in Italiaans. Ik heb ooit een Italiaan moeten spelen in Goede Tijden. En dat was in Italiaan, dus ik moest ook zo praten. Buongiorno tutti. Dat was mijn openingszin. Love it. Nee, moest ik zo semi-Italiaans spreken, maar mocht ik ook Nederlandse woorden. Moest ik melk in een recept doen, want ik was een tv-kok daar. Gek, hè? Deed ik zo melk, denk ik, letje. Dat was helemaal niet Italiaans. Heel dom. Nou, dat was heel serieus. Ik heb gewoon... Dat was niet een momentje, hoor. Ik heb er een tijdje in gezeten. Buongiorno tutti. Vandaag maken we die cannononi van mijn oma. Van mijn... Nonna, zei ik dat wel. Dat zei ik wel. Nonna is goed. En dat was een hele bekende tv-chef. Maar dat bleek een oplichter te zijn, want die praatte wel zo, maar die kwam niet uit Italië. Dat was een beetje... En vervolgens zouden we live gaan en de hele wereld zou dat zien. En toen ben ik in zo'n studio stond ik. En toen moest ik even naar buiten, want ik moest een foto maken, een persfoto. Dus ik liep weg en toen kwam Job binnen gesneakt. Die heeft mijn suiker vervangen voor zout. Nee. En toen ging dus iedereen die dat proefde, ging over hun nek. En ik was live en ik zat in de camera te kijken. Ik zeg nee! Nee! Waar is je accent? Ja, was ook weg! Oh ja. Nou, toen... dat was wel een beetje drama. Wauw. Ja.
kan de scène nog terugzoeken. Het is echt enig. Oké, dit brood gaan we even roosteren. Ik lieg nooit aan maat. Heb je dat echt opgezocht? Ja, hier. Hugo Kende speelt Italiaanse kok in GTSD. Maar goed, dat was mijn rollercoaster. Oké, dit gaat goed. Ondertussen pak ik de volgende teenknoflook. Niet te fijn, want die gaat nog gebakken worden en lang gestoofd. En je weet wat mijn visie daarop is. Knoflook niet te fijn, want dan verbrandt het. Moet ik dat nou gaan zeggen? Dat raak je altijd kwijt. Ik gebruik geen knoflookpers bijna. Heb je me ooit een knoflookpers zien gebruiken? Even op een lager pitje, dat die nog rustig eventjes doorgaat. En hier gaat de mosselpan op. Zeg, ken jij de mosselpan? De mosselpan. De mosselpan? Zeg, ken jij de mosselpan? Ik kom dat schrift. Hier gaat ook wat olie in. Wat neutrale olie pak ik eventjes. Hopseflats. Dan gaat de knoflook in. Daar gaat wat chilivlokken in. Ja, gewoon een beetje op gevoel. Wil je nou echt precies weten hoeveel? Check even gewoon www.kitchen.nl. Kijk, je begint mooi te pruttelen. Kunnen we hierin kijken? Kijken we er al in? Dit is zo'n mooi gezicht. Zo'n blauwe mosselpan, die chilivlokjes die nu kleur loslaten. Knoflook die mooi in het pof is. Ja, dat is een mooi shot. Dat kan niet anders. En dan gaan we daar tomaatjes op doen. Die laat ik eventjes uitlekken. Ja. Oh, lekker. En waarom doe ik dat? Met de smaak intenser van. Dus als ik nu het vocht weer een beetje laat verdampen. Ik bak de tomaten echt even hard aan. Dan wordt die tomatensmaak echt intens. Het vocht uit de tomaten mag best even vervliegen. Want er komt daar heel veel vocht bij van de mosselen. En dat geeft zeg maar die extra smaak. Dus ik wil die tomaat intens hebben, want het wordt afgezwakt door mosselvocht. Dat gaat ook een beetje karamelliseren. En dan komen er meer suikers los. En dan krijg je een mooiere, zoetere, vollere smaak. Boterham mag echt wel aan de donkere kant zijn. Het moet natuurlijk niet zwart bitter worden, maar het mag even goed op kleur zijn. Want de smaak gewoon wat intenser van. Citroen doet dan meer de werk, knoflook doet dan meer de werk. Dus kijk, hij is nu echt mooi donkerbruin. Dit is wel wat ik wil bereiken. Nu ga ik hem uitzetten. En ik laat hem even in de pan, dus hij gaart nog een beetje na. Word je alleen maar mooi droog van. Dit laat ik heel eventjes inkoken. Ga ik vast de mosseltjes afgieten. Oké, mosseltjes even laten uitlekken. Dit kookt mooi in. Super, die is klaar. Eigenlijk zijn we dus al nu al 90% van het hele verhaal. Ik pak alleen nog even een winterpee. En het gevaarlijkste voorwerp in de keuken, de mandoline. En als je dit nou thuis doet, doe dit niet met je hand, maar met een mandoline opzetstukje. Kijk, klaar. Veldsla. Mooi schijfje wortel, mooi dun. Juice. Citroen. Let op, citroen. Een draai peper. Klein piece zout. En olijfolie. Klaar, salade klaar. Oké, deze is mooi, hè? Die is wat dikker geworden, zoals je ziet. Hij loopt minder, minder vocht in. Geconcentreerde smaken. Chili, knoflook. En er gaat nu dus de mosseltje bij. En dat doen we gewoon zo. Klaar. Niet te veel roeren, gewoon net omscheppen dat de tomaat overal een beetje zit. En nu is het gewoon even afblussen met vino bianco, witte wijn. Goeie scheut, half glas. En nu gaat gewoon de deksel erop. Als de pan goed heet is, 5-6 minuutjes. 4 minuutjes als je een bredere pan gebruikt, dus je kan het ook wokken, dan gaat het nog sneller. Zo is het meer stomen, duurt 5 minuutjes. Echt meer niet. Peterselie. En nu is het kwestie van wachten, eventjes, op de mosselen. Deze... Hoor je? Nu hoor je hoe droog die is. En dit is perfect. Als je nou een beetje precies bent en dan denk ik, oh, dan zou je nog met iets grove stukjes wat kunnen kneuzen. Maar ja, zoals jullie mij al een beetje kennen, ik hou van rustiek, dus ik doe dat niet. Hoor je? Dat krokantje? Lekker. Pak maar. Wat heb ik met mosselen? Veel. Ik heb zelf mosselen gevangen. Gevist. Gejaagd, geschoten. Ik heb mosselen geschoten. Je zegt zelf, gevangen. Geplukt. Geplukt en geraapt. En mijn mooiste mosselverhaal is denk ik wel de rauwe mossel. Want die ging mij zo op pad. Had ik een schort aan, ging een citroen in, zo. Woep. Ging een mesje met al een kleiner formaatje. Ja, heb ik hier niet liggen, maar stel deze gaat erin. Doen we laarzen aan. Hooglaarzen, want anders kan je dat...
enkels of knieën. En dan gaan we wadlopen. En in Normandië kan het heel goed. Je kan er heel ver de zee in lopen. Maar het kan al zelfs in Oosterschelde of het kan in Ierseke. En dan raten van die grote mossels. Die maakten we dan meteen open daar. Met onze voetjes in het slik. Klik. Citroentje. Flots. Hup, tjuk. Beetje sap erop. Oh man. Fucking lekker. Ja echt? Fucking lekker. Goed, nu komt een leuke methode. En dat is hussel. Schud op die mussel. Dus dan pak je hem even vast. Hij is nog niet klaar hoor. Maar dan komt dat dit een typische mosselpan is. Een hoge mosselpan. En dan wil je toch een beetje de schud-duw-trekbeweging maken. Zodat je ze omschudt. En dan kan de muziek. Dat kan zonder muziek. Dit wilde Chris graag zien. U draait. Vraagt. Wij draaien. Ja, dat gaat goed. Kijk, als je twijfelt en qua tijden, een mossel geeft zelf aan wanneer die klaar is. Deze mossel is bijna klaar. Deze mossel is klaar. Dus als ze gewoon open gaan staan, zijn ze klaar. Nee, hij moet dus gewoon nog... dit is echt een kwestie van 1 minuutje. Oké, we zijn klaar. Vuur gaat uit. En dat doe je door middel van de knop vast te pakken en naar rechts te draaien. Ik wil toch dat ik alles benoem? Dankjewel. Alsjeblieft. Klootzak. En op een of andere manier hangt daar toch een soort van verkeerd beeld over mosselen dat ingewikkeld zou zijn. Mosselen is zo gevarieerd. Je kan dat koken, je kan dat bakken, je kan het zelfs keihard aanbokken. Dit is echt easy. Je moet gewoon die mossel lezen. Je moet gewoon zien als die mossel open staat, is hij klaar. Of je nou 2 keer is gekomen of 3 keer. Nu gaan we de armeluis parmigiano erover doen, oftewel het broodkruim. Wat peterselie erover, een paar mooie parts citroen. Kijk nou. Gewoon zo, hots. 10 minuutjes, lekker chillen, glaasje wijn erbij, mosseltje, ander mosseltje wordt tangetje en gaat los. Zoete van die tomaat is ingekookt, die is zoet. Knoflook, subtiel aanwezig, citroen, lekker. Licht pittig van die chili, I love it. En daarbij dus die salade die ook echt easy is, fris. En daarbij kun je natuurlijk gewoon lekker een stukje brood. Serveren nog, want het vocht wat over is, dat is lekker. Voor dit recept, 24kitchen.nl. Ik ga lekker jullie laten eten. En ik ga lekker met Leen op pad. Ciao!